De film Uma Fusranang, die op 30 april na 46 jaar in première ging in TBL Cinemas, is niet alleen bij een filmvertoning gebleven. Uma Fusranang is de eerste documentaire over Suriname in de jaren na de onafhankelijkheid. De film volgt vier vrouwen die zich verzetten tegen miskenning en uitbuiting en de armoede die ze dagelijks ervaren. Jonge onderzoekers van het Nationaal Archief Suriname hebben samen met de stichting Convivio een breed project uitgevoerd rond de première. De film is op meerdere locaties in vijf districten vertoond aan jong en oud. Daarbij konden de jongeren praten over de veranderingen in vergelijking met nu en meteen een bijdrage leveren aan de opzet van de foto-expositie Uma komt thuis, de verandering, die gisteren in het Nationaal Archief is geopend. De 18-jarige Iva Mettendap van Latour is nu in staat te vertellen over de veranderingen in haar woonwijk. Welke veranderingen heb ik gezien als jong meisje in Latour? Nou, als allereerst de wegen zijn verhard, maar ook niet alle wegen. Ik ben vrijwilliger in Sibila. Afgelopen april hebben we een autoloze dag gehad. En het begon te regenen. En dan hadden we last van wateroverlasting. En het is allemaal dingen waarvoor die groep vrouwen opkwam in die film. Nastreefde. En hoeveel is veranderd? Zal ik u zeggen, heel weinig. Dit lijkt het beeld te zijn in elk district waar de film is vertoond. De onderzoekers van het Nationaal Archief Amos Constant en Rebecca Torso hebben een analyse gemaakt van de opmerkingen die ze zowel in Paramaribo, Wanica, Kommewijne, Brokopondo en Nikeri hebben gehad bij de vertoning van de film. Daar bij Klaaskreek waren de mensen van mening dat er ook op politiek gebied waren ze ook van mening dat niet veel is veranderd. Verder heeft Klaaskreek verschillende vrouwenorganisaties, maar er blijkt een gebrek te zijn aan leiding. En daar hebben ze dus aangegeven dat de vrouwen willen wel participeren. Ze zijn wel gewillig, maar ze hebben gevraagd naar richtlijnen of er begeleiding kan zijn. Dus iemand die hun kan begeleiden. In die film hebben we gezien hoe vrouwen zich gingen mobiliseren, vooral in de buurten. En ze kwamen op voor hun rechten. Maar dat gedeelte ontbreekt nu in Latour. En ze zijn van mening, vrouwen moeten weer gaan mobiliseren. Ze moeten weer bij elkaar komen. Ze moeten weer actiever zijn in de buurt voor de vrouwenrechten. De onderzoekers geven aan dat ze veel reacties hebben gehad dat de film ook op scholen en bij andere organisaties vertoond moet worden. Dit om bewustwording op gang te brengen over ons verleden, maar ook om jongeren aan te moedigen zelf actie te ondernemen. De foto-expositie is tot en met vrijdag 18 mei te zien in het archief, terwijl de documentaire vanaf het komend weekend wederom wordt vertoond in TBL Cinemas. En dit waren de lokale berichten in het journaal.